Hallo kijkers, wel wat zeker, welkom bij een nieuwe video met de Kingdom Resource Pack. En ik zit hier met een of andere malse makker genaamd Constantijn. Stijn? Jazeker. Steven, hallo. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit, ja. Groningen. Groningen! Prachtig. En jij dacht, ik ga maar eens even lekker mee in een pack videootje op White Jacker. Ik moet. Maar nee, ik doe het heel graag. Zeker. Ja, leuk. Ja. Ik zou eens even wat zeggen. We hebben Steven uitgenodigd vandaag, omdat hij wel zin heeft in een pack video. Ja. In tegenstelling tot de welbekende maker Jens. Ja, precies. Ja, iemand moet dat doen, hè. Precies. Dus we doen het met Steven. Tweede keus. Ja, goed. Ja. Maar wel lief. Wil ik mee mag, zeker. Ja. Mooi. Ook bekend van de Hanos-vlogs. Nee, dat is illegaal. Dat mogen we niet delen. Goed, jongens. Nee. Jullie hebben alweer een tijdje gewacht op een nieuwe versie van de Kingdom Resource Pack. En als jij 1.19.4 hebt en je hebt Optifine, dan moet je in principe ook gewoon met deze pack kunnen spelen. Hoe is dat? Ja, mooi. Prachtig. Mooi. Alles ziet er heel leuk uit. We kijken hier allemaal paarse dingetjes en zo. Wow. Mogen we dit al laten zien? Jawel, hè? Ja, natuurlijk mogen we dit laten zien. Daarvoor is deze video. Maar wat is dit dan? Een paarse outfit? Ja, ik zie hieronder staan een Tixa. Purple Dragon Burk. Paars. En ik denk dat dit meneer Roger hier aan gaat trekken. Met het kroontje. Dat zijn mooie kleurtjes. Kijk eens aan. Ja. Okay, pimpelpaars. We hebben een eigen schildje erbij daar. Een gold black purple. Purple. Allemaal paars. Gold black purple. Maar waarom voor kleur is het nou? Waarom zijn die namen zo lang? Waarom kunnen ze niet gewoon Tixa heten? Gewoon lekker makkelijk. Nee, gold, black, purple, lion, heater, Tixa. Heater. Ja, daar ben je wel warm van. Ja, ik ben wel warm van. Ja, is goed. Tixa denk ik dan nog niet. Ja, nou ja, Tixa, zo ziet jullie kleding eruit. Leuk. De welbekende wandelstok in Kingdom 1 Original. Ja. Made by Jens. Wauw. Zeker waar. Pak het eentje. Zal ik er eentje pakken? Zal ik eens even... Ja. Hoe werkt dat? Gewoon met je scrollen. Geweldig! Wat een stok, zeg. Geweldig. Kijk, als ik dan wandel, dan is het net alsof ik een wandelstok gebruik. Nou, kijk. Gaaf. Dat is echt gaaf. Zeker. Wat hebben we hier? Die kan ik niet pakken. Dit is Divine Ex Rita. Die is wel echt heel lang, hè. Als ik die dood naar jou steek, dan... Kom maar, Sla er eens mee. Ja? Wat gaaf. Want dit is zeg maar een one-handed axe. Oké. Dat is wel gaaf, hoor. Dit is een nieuwe texture voor de mensen die het nog niet weten. De vorige texture die zag er wat sloppy uit. Dus Jens stelde voor om een nieuwe te maken. Die ziet wel dik uit, hoor. Het is niet karig. Het is ook wel een beetje goudachtig. Ik denk dat Entropia dit ook wel enigszins zal waarderen. Hallo, dit wordt mijn wapen, hoor. Dit wordt mijn wapen. Die wordt die van jou? Inderdaad, dan niet. Zal ik die even kijken of ik die kan schildje. Pakken? Dit wordt het Seraanse schild. Hier, ik gooi hem wel. Maar, geef hem maar. Zo, heel groot ook. Zo, dat is echt groot. Kijk eens, wat een joekel. Ik wil leren, moest kijken, jong. Kan ik die ook zo doen? Dit is wel vet, hoor. En dan in dat andere handje eventjes zo'n wapentje. Hey, je hebt hem gewoon op je schouder vast. Echt? Frek. Dat ziet er heel raar uit. Hier heb je dan onze outfitjes, of niet? The Lord of Dragonburg. Ook wel weer vet. Is het niet een beetje hetzelfde als wat Tixa heeft trouwens, lijkt het? Ja, maar onze storyline op The Kingdom gaat natuurlijk wat duister zijn, wat zwarter. Ja, zeker. Ja. Duister. En Malzman heeft helemaal niks. Die moet fully naked. Ja, die gaan gewoon lekker naakt rondlopen in Kingdom. Lekker heerlijk. En lekker koud. Lekker. Waar zit dan? Speer of Leon? Leon Dinas. Of Leonidas. Jongens, ik kan echt heel goed lezen. Wat is hier nou? Moet je kijken dan. Dat is gewoon een speerkoppie. Oost vast? Ja, ik ga het vasthouden. Heb je ooit Assassin's Creed Odyssey gespeeld? Nee. Ja, daar is het niet van. Er zit alleen een beetje raar in je hand. Ja, het is best wel gek eigenlijk, ja. En dit heeft Mura, zie ik. Ja, ik dacht dat Mura helemaal niet kon vechten, joh. Het zal wel een bepaalde puzzelpunt zijn of zo, weet je wel? Dat je hem ergens in ligt en dan gaat er geen deur op. Zo. Een soort van sleutel. Oh, Adlaag. Wojo. En? Hebben ze een chicken staff? Wat? Wat is dit nou weer? Holy shit, ze hebben gewoon een kippenstaf.
kippenstaf. Wat doen ze met die kippenstaf? Doen ze daar dingen mee stuk maken? Zal ik hem even vasthouden? Kijk eens aan. Ik denk dat hij naar de kippenpriester gaat. Koning Lars. Zou die waarschijnlijk vast hebben. Kijk, dat vind ik wel heel vet. Zal ik die... kijk, ik kan ze niet pakken, joh. Geef mij zo'n dingetje. Ja. Oh. Kijk, gejoekels, hè. Zo. Een echt kip. Kip. Oh, ja, laat maar. Dat zal Atla wel waarderen, denk ik, inderdaad. En het gouden ei. Golden egg. Egg. Gewoon ei. Yes. Oh, een eitje. Waarschijnlijk is het gewoon een ei. Ja, natuurlijk. Gewoon, dat kun je gooien. Uiteraard kun je die... Oh! Yep. Die is weg. Nou, dat maakt het niet uit. Die hebben we dan... Steven, eventjes hier, hè. Ja, weet je wat de motto is van dit schild? Kip don't attack, kip protect. Hey. Kip don't attack, kip protect. Ja, die, nee, kip protect. Protect. Oké, nou duidelijk. Oh. Volgende. Jord. Oh, Jord vind ik altijd wel vet. Wat een glazig zwaard. Als ik hem, zeg maar, iets voor jou hou, dan kan ik jou er gewoon doorheen zien. Wow. Oh, ja, dat is nog waar ook trouwens. Ja, verrekt. Hij glinstert ook helemaal. Maar wat is een beetje de story hierbij? The Blade of the Dragon. Zou dit misschien het zwaard zijn van koning Joris? Je weet het niet. Het lijkt wel een beetje op Frostmourne uit Warcraft. Wow. Mooi zwaard. Mooi dingetje. En een mooi schildje. Zo. Ja. Kleiner. Schildje erbij. Wow. Ja. Vergeleken met het zwaard is dan dat schildje wel heel klein natuurlijk. Maar ook wel heel vet hoor, jongens. Echt heel vet. Het matcht wel goed hoor. Ah. En dan? Entropia! Wow. Entropia! Ja. Die hebben... Flicia? Hoe zeg je het? Green Flicia. Flicia? We noemen het Flicia. Het Flicia. Of gewoon Entropia. Even de twee. Drie, vier. Zou ik ze aantrekken, die bende? Oh. Trek hem eruit. Trek hem... Oh. Oh, ja. Oh, en een helmpje op. Hoppatee. Ja, dit ziet er wel vet uit, dames en heren. Ja, en dan even die chicken staff erbij. Ja, dit is mooi. Een oudje, eitje. Oh, ja, dit is mooi. Oh. Ja, mooi. Ja, dit is Entropia. Dat vind ik wel heel vet. Die helm is echt... je kan echt net met twee kleine oogjes zien. Hou er dat wel op. Die helm is wel gaaf, ja. Oeh. Ah, vet. Wat hebben we hier? Khaleesi. Wacht, we vergeten. Het Entropia zwaard. Ja. Ah, dan moet ik die natuurlijk wel even opdoen. De Silver Sword. Zou deze van David zijn geweest? Met het lightning zwaardje. Dat zou wel goed kunnen. Het traantje. Dit is wel vet. Ook echt zo'n groene smaragd. In het midden kun je hem wel mooi kijken als je hem vast hebt. Ik zie hem echt zo'n groene entropiaanse smaragd. Wauw. Een edelsteen. Jazeker. Ja, dit is vet. En wat hebben we hier? Khaleesi. Dit lijkt wel een soort van zandmannenkostuum. Ja, zou ik even die helm opzetten? Ja. Net alsof ik een... wat is het? Een kippertje op hebt. Ja, mooi man. Prachtig. Ja, je bent wel echt zo'n, zo'n gast die tegen zandstormen kan doen. Ja, gewoon even grappig. Dat luikje eventjes dicht doen bij mijn oogjes. Hoppatee. Zal ik even kijken of ik die aan kan trekken? Hop. Ja, doe maar. Hop. Moet je natuurlijk wel je armor weer terugzetten bij Entropia, want anders wordt Jens weer boos. Oh, anders dan wordt Jens... dat is zeker waar. Ik moet even kijken. Die zit daar, zo. Moet je eerst kijken, dames en heren. Op twee. Waar ben je? Oh, hier. Het kippenschild erbij. zo te zien heeft Khaleesi dus geen eigen schild. Nee. Nee, dat is dan wel weer gek, inderdaad, ja. Dan hebben we hier Vistara. Wow. De Northmen. Ja, die dragen zij dan, want... Ja, ze zijn niet echt Northmen, maar ze zetten natuurlijk wel een Vistara wat koud is. Dan moet je natuurlijk wel thermo-ondergoed meenemen. thermo-ondergoed, zeker waar. Het is wel daar zeker min 25, heb ik begrepen. Dat is ook wel een gaaf schild, maar dat zijn wel meer Noormannen geworden als je het zo... Oh, dat is echt wel een groot schild ook wel, hè? Ja. Kijk, we goed achter de... staan. Ja? En Medusa? Medusa. Dit is wel echt over evil gesproken. Ik dacht dat wij redelijk in de buurt kwamen met die zwarte kledij. Maar dit is echt wel best wel evil. Volgens mij stond die helm, dat kan me wel herinneren. Kijk, dat ziet er wel vet uit, hoor. Ja, dat ziet er wel vet uit. Duister. Echt wel redelijk duister, ja. Zeker. Kijk. Een eigen schildje, een slangenschild. Dat is ook wel gaaf. Een slangenschildje, dat zal ik eens eventjes erbij pakken. Die is best wel klein, maar heeft wel wat hoor, heeft zeker wat. Als je zo'n speer erbij hebt aan de zijkant, misschien pakken we die zo meteen een keer bij. Dat is wel vet. Ja, hier liggen de wapens, dus ze komen zo. Oeh. Leuk. Oh, en dit laatste, is ook wel heel ziek. Ik kan het niet lezen, omdat Dark Samurai Armor. Ja, Dark Samurai Armor van Fenrir. Die ga ik wel even aantrekken, of ook aantrekken, kijk eens aan. Ik kreeg gewoon een masker.
Ja, dit is echt wel vet, dan moet je eens kijken. Oh. Wow, samurai. Die erbij. Oh, en een boog. Lekker man. Oh, die eruit. Zo meteen. Ja, eens kijken. Je ziet gewoon... Nu zie je mijn kop en helemaal niks meer. Zo, ja, ziet er wel breken. Gaaf uit, hoor. Ja, die ziet er echt wel heel vet uit, ja. Zeker weten. Volgens mij niet zo sterk, want het ziet er wel een beetje uit als gatenkaas. Ja, dat is wel weer waar trouwens, ja. Het is, het kan beter. Maar goed, ik zal even weer dat ding uittrekken. Op het een. Mooie armors. En dan hebben we hier hebben allemaal kisten met wapens. Ik zie hier food, Yen specials, wauw. En special things. Oké. Okay. We hebben allemaal voedsel. Allemaal lekkere eten, stukjes zoals een cabbage. Rollen. Popcorn. Popcorn. Ja, helemaal lasagne. Ik hou niet zo van lasagne. Wat is er mis bij jou? Ja, ik hou gewoon niet van salami gedoe. Nee, je hoeft toch geen salami? Dat is gewoon bechamel saus. Oh, dit zijn de specials. De Magna Wand. Dat is wel vet. Kijk, we gelijk 64 gepakt. Dit is een toverstaf. Slaan. Verkeerde. Maar dit is wel gaaf. Dit is gewoon een stafje van... Magno's. Dan ben ik nou ook gewoon ineens gaan mee slaan? Nee? Nee, maar met die staf. Oh, ik heb hem weggegooid. Ik dacht, ik sta helemaal klaar. Wat? Er zit een frying pan in, die is wel gaaf. Dus je hebt zeg maar gewoon een keukendingetje. Ik even een eitje opbakken. De gouden eitjes van Atla kun je erbij maken. Dit wordt het wapen van... Ten aanval. Gooi de pannen. De koekenpannen. Hier heb je dus al die custom shields die je hebt gemaakt. Maar hij heeft ook een golden sight. Heel vet. Oathkeeper. En Minotaurus Labris. En Entropia soort. Wow. Die hebben we natuurlijk al gezien. Deze is vet. Eens kijken. Wow. Dat is ziek hoor. Dat is echt. En die bijl inderdaad. Oathkeeper. Oathkeeper. Sight. Dit lijkt wel zo'n wapen van Mevidantes. Ja. Hij zit alleen wel een beetje raar in de hand, zie je? Ja, hij ziet er best wel vreemd uit in de hand, ja. Vanuit de andere kant maakt het niet zoveel uit, maar... Doe hem eens in je tweede hand anders. Oh, ja. Oh, kijk eens. Dit ziet er op zich ook wel weer grappig uit. Ja. Veel keuze. Hier heb je allemaal munten. En als je er dan meer bij doet, dan gaan ze ook echt stapelen. Dat is ook wel weer heel mooi gemaakt. Ja. Vet hoor. Even kijken. Zo. Heel vet. Muntjes. Silver en gold coins. Tiel en brons heeft hij ook gemaakt. Heel ziek. Gewoon een currency in de game. Ja. Kool, shuriken. Shurikenwapens, nice. Zou wel sneeuwballen zijn. Brons en de steel. Nice. Dit zijn special things. Het zijn niet de Yin specials. Kruisboog, crimson crossbows. Ik ga ze niet helemaal pakken hoor, want dan zitten we hier nog wel een tijdje. Ja, dan zitten we er een tijdje, ja zeker. Wat is dit dan? Wel vet. Wauw, gaaf. Zo jongens, wat een bier. Oh, kijk uit. Deze. Pong. Nice. En je hoort hem ook echt inderdaad ziek. Mooi. Dan hebben we nog wat wands, toverstokjes. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Wat is Crystal wand. Wat is het gewoon? Het ziet er naar een jong. Wat is dit? Pennenborgen. Maar die ziet er ook heel vreemd uit voor in je handen. Flipendo. Wat is dit, joh? Nou, oké. Okay. Barriers, de kruisbogen, de bogen. Ja, weet je, we kunnen alles al langs gaan, maar er zitten gewoon heel veel wapens in. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook aan de vorige video gekeken. Ik denk dat het even interessanter is om naar dit soort items te gaan. Want je hebt dus zeg maar wat meer wanddecoratie. Je ziet echt wel wall carpets. Je ziet tools wat je op kan hangen, measuring tools. Het zijn allemaal kleine, toch wat leuke decoratieve items die je gewoon aan de muur kan hangen. Ja, zeker. Allemaal schilden zien we heel veel. Heel vet, ja. Ja, en maar eigenlijk, wat we vergeten zijn om te zeggen, is dat dit eigenlijk een versie is van de John Smith Texture Pack. Maar aangezien de creator van de John Smith Texture Pack heeft gezegd van, ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Dan zoek hem lekker uit. Heeft Jens zeg maar zelf het initiatief genomen om bepaalde blokken dus te revampen. Dus als je hier naar al die stripped logs kijkt, heeft Jens dit allemaal gewoon zelf gemaakt. Hoe gaaf is dat? Ja, één voor één voor één. Mm-hmm. Uren in tijd in zitten, maar wel echt heel mooi gemaakt, zeker. Oak, spruce, birch, jungle, acacia, dark oak. En dan al de nieuwe soorten hout. Waar ik de namen niet van ken. Mangrove, crimson en wart. Ja, die zijn nieuw. En ook de blackstone heeft hij ook zelf gemaakt. Die is ook wel gaaf. Kijk.
Het lijkt wel een beetje op de stone bricks, maar dan net wat ruwer of zo, wat groffer. Ja, ja, ja. De Blackstone zelf, moet je kijken. Dit is echt een mooie texture. Echt gaaf. Ik vind met het goud tussen op zich ook wel heel vet inderdaad, ja. Ja. Dit zijn eigenlijk dan blokken die je eigenlijk alleen een enorme liter in de Nether kan vinden, maar... Ja, wie weet. Op Kingdom binnenkort ook wel te vinden. En de Deep Slate, ook veel, veel verschillende soorten, als in Deep Slate zelf, de cobbled versie. Die chiseled, gaaf man. Ja, dit gaat echt wel ver in door. Ook de diamonds heeft hij ook mooi gemaakt, hè. Diamonds in de muur. Mooi, mooi, mooi. En lijkt er nou, of ligt het aan mij, of heeft gewoon de kopper alle oorsem een soort van weer weerspiegeling of zo? Ja, nou ja, volgens mij is dit of zo, als je kopper laat staan, dan gaat het roesten of zo. Mm-hmm. Begreep ik toch? Dat is toch zo? Of is het niet... Ja, klopt. Nou, mooi. Vet. En wat is dit dan, joh? Fines? Die heb je ook al. Dit is allemaal modder. Oh, modder! Een nieuw blokje. En dan heb je nog eens de roots, de mangrove roots. Fenrir leeft toch in modder? Of is dat niet zo... Ja, volgens mij wel. Het is wel een moddervolk. Moddervolk, inderdaad, ja. Nou goed, vet. Hier de honing van de bijen. Dat is wel de echt bijen, een gaaf gedaan, dit is jouw favoriete afdeling, hè? Want jij bent van de bijen. Ik ben van de bijenboerderij, ja, zeker weten. Ik hou van bijtjes. En deze kristalletjes. Ook wel mooi. Die maken altijd zo'n leuk kabaal hier. Zo. Net alsof de bel gaat of zo, ja? Ja, bijzonder, bijzonder. Ja, hier. Oh, nou, over een bel gesproken trouwens. Moet je eens kijken, Leon. Geweldig, hier. Zo. Ja, we slaan heel wat over. Dat was de bel. Dat was de bel, dames en heren. Maar hij ging, ja. Oké, nee, duidelijk. En wat hebben we hier? We hebben hier een prachtig vuurkorf. Ja, wauw. En die lanterns zijn ook wel gaaf, hoor. Dat ja, die lanterns, daar kun je echt heel leuk mee decoreren. Hier kan je zo op naar boven. Dat doet alleen een beetje pijn. En dan hoppatee. Dit zijn die dripstone blokken. Dat is ook wel leuk om. Ja, zeker vet. Bouwen. Zeker waar, ja. En kijk eens wat je hier hebt trouwens. Bij deze zaag. Wow. Dit is een echte zaag. Ja, dit is wel echt heel gaaf gedaan. Dat het. Ja. Rotatieblokje in één keer. Wat hakkeliger is of zo. Dat maakt het toch wel voor een sawmill heel interessant om te maken. Ja, zeker. Leuk. Ja, zeker waar. Misschien kunnen we er ook wel even een keer gaan testen of we wat mensen op kunnen gooien. Ja, je weet het niet. Het kan allemaal. Ja, blijf maar draaien, zou ik zeggen. Ja, precies. En dan heb je hier, dat heeft Jens ook gemaakt, hij heeft custom leaves gemaakt. Dus dat betekent dat je niet verplicht bent om altijd die lelijke groene leaves te gebruiken. Maar je kan bijvoorbeeld ook een rode variant doen. En hoe hij dit nou precies heeft gedaan, dat weet ik niet. Dat heeft hij mij niet verteld, want het is azalea leaves. Dit zijn dan ook azalea leaves. Heeft dat volgens mij ook te maken met de biome waarin je het neerzet. Maar dat kan ik echt niet te zeggen. Het is wel gaaf. Oranje, het ziet er echt heel gaaf uit inderdaad, ja. Want dit, de roze zit er pas eigenlijk in vanaf 1.20. Mm. En zoals dit is natuurlijk wel echt wel mooi om in ruwe gebieden te maken. De wat dooier bladen. Zie je dat? Ja, 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 ja. Gaaf. En deze een beetje uitgestorven en zo. Ook wel vet. Mm-hmm. Heel vet. Ja. Mooi. Dan hebben we hier nog de laatste dingen. Dat zijn eigenlijk alle armors. Dus de armors die jullie al hadden gezien, dat zijn natuurlijk de armors die meer de Kingdom Customs zijn. Maar dit zijn bijvoorbeeld dan ook nog de armors die al eerder zijn toegevoegd. Zoals hier Iron Gear, Mossy Gear, Samurai Gear. Het ziet er allemaal wel dik uit, hoor. Zo. De Legion. Ah, Legion. Ja, dat gaat zeker wel een paar mooie herinneringen voor jou overdoen, of niet? Jazeker. Nou, mooi. Wat vind jij nou het mooiste, Steven? Als ik echt eerlijk moet zijn, dus ga ik nog even goed kijken. Hoe vind ik deze? Ja, nee, dat is ook niet echt wat, hè. Ik vind dit wel heel vet. Deze. Mm-hmm. Ja, dat is echt wat meer de Romeinse shit. Ja, oh, ja, de Greek, ja, ja. Greek. De Greek plate. Echt wel heel vet. Echt wel heel mooi gemaakt. Wat kroontjes. Ja. Magic. Dus inderdaad, voor de koningen die kijken, kies er een uit. Mm-hmm. Vier keuzes hebben, meer hebben we niet. Zoek ik denk dat deze naar Dylan gaat, naar Rondje of Jor. Ja, die paarse, hè? Die paarse steen in het midden, dat is echt wel iets voor de heer Rotjochi. Die zwarte steen, misschien iets voor Medusa, misschien Visara, je weet het niet. Geen idee. Gaaf. Mooi, mooi, mooi. En wat hebben we hier? Oh. Kijk, oh! De alcoholische consumptie. Lekker man. Bottle of wine. Dit is de goede afdeling. Ja, en hoe hij dit heeft gedaan, dat is leuk. Hij heeft als het ware eigenlijk een flowerpot gepakt. Maar als je daar een bepaalde bloem in doet... Dan krijg je dus in principe gewoon een biermug. Een empty of een full. Dit is zeg maar op random. Dus je kan bijvoorbeeld dit... je kan ook echt drinken. Wat? Dat is nieuw. Huh? Allemaal nieuwe techniek.
Ik weet in ieder geval wel dat... Oh, wacht, dit is gewoon het item zelf. Maar als je hier kijkt... Dit is dus een dandelion, zie je dat? Oeh, dan zijn de bekers ook wat groter, lijkt het wel, ja. Zie je dat? Ja. Gaaf. Kijk, cocktailtjes voor Atla. Ja. Lekker. Moet eens kijken. Heel mooi. Goed 3D. En kaarsen. Ja, 1 kaars, 2 kaars, 3 kaars, 4 kaars, 5 kaars. En dan heb je ook hier de gray. Dus zeg maar voor elk kleurtje zeg maar een echte kaars toegevoegd. Heel vet. En hier natuurlijk voor Fenrin, hè. Een beetje Japans, een beetje Chineesachtig, zeg maar. De echte lantaarn. Ja. Vet hoor. En hier de echte kroonluchters, die zijn ook wel gaaf. Ja, zo. Echt heel vet. Goud. Dit is. Dit wordt wel mooi. Wat is dit dan? Een hand? Lime. Oh, die kan je draaien. Afhankelijk van hoeveel. En dan kun je ze samen tot één hand maken of zo. Wat is het? Nee, dat is gewoon. Oh, er is al een hand. Ja. Dat is vet. Dat is wel vet. Yo, ik kan niet meer weghalen. Oh ja. Zo. Niemand gezien. Je hebt hier ook in een doodshoofd. Een kanda. Een kandeloer. Een mooi. Voor de piraterij. Dat is zeker waar. Heb je hier voor Entropia een beetje gouden meuk. Mooi. Is het niet wat meer. Hoe heet dat? Wat meer van je Nava? Dat lijkt het wat meer wierrokerig of zo. Ja, ook weer waar, ja. Ah, joh, je hebt zoveel keuze, moest kijken. Ja, dat is echt. De kleurtjes echt heeft hij hiervoor gezet. Dus dan kan je makkelijk zien. Oh, ja. Dus als je paarse kaarsen hebt, dan kan je uiteindelijk deze maken. Zeker. En waar kunnen ze al deze informatie vinden? De mensen die naar u kijken, die ook deze mooie kaarsjes willen gaan maken. Nou, die mogen nog een keer de video bekijken natuurlijk. Er staat natuurlijk wel een linkje met alle blogs of misschien zelfs wel een download. Dat je zelf de map kan downloaden en dan ook weet van, hey, deze items zitten erin. Dat is misschien wel een goed plan. Lijkt mij. En hier hebben we nog bepaalde custom helmen, maar dan zelfs ook nog met uitstekende items. Zie je dat? Zoals deze. Die zijn wel dik, man. Deze zijn echt wel heel vet inderdaad. Doe me een beetje denken aan Gondor. Wel, die speciale guards. Ja. Vet. Dit zijn al meer van die night helmen. Oeh, deze is gaaf. Die is wel echt voor zo'n vogel verschrikken, maar dan... Ja, of ja, iets van de dood of zo was het dan? Met een neus. Dat waren in doktoren in de... Ja, wat is het? In de... Ik denk rond de tijd van de Romeinse Rijk. 500 of zo. Misschien ook wel 1500 hoor. Dat ze daar echt gewoon de met de pest en zo hadden. Ja. Daar kwam er zo'n mannetje aan lopen met zo'n helmpie. Ja, hier hebben we nog wat cultural appreciation. Ja. Ja. Ook mooi. Amerika ook mag mooi. Je er niet op doen, dan, dan zeggen ze dat je racist bent. Ja, dan ben je gecanceld. En hier hebben we nog wat mooie. Oeh, met een draakje erop. Oeh, met een draakje, ja. Dat is ook wel weer wat voor een jord. Wat is dit dan met een eend? Een eend. Misschien iets voor Mura? Ja, geen idee. Alles kan. Wow. Hier een mooi hert. Ik vind dit ook wel heel vet hoor. Ja. Eens kijken, joh. Ja. Ik vind deze ook wel heel mooi, die met die rode samurai. Dat is ook wel heel vet. Is het samurai of is het samurai? Samurai. Hoe zei je dat? Samurai. Oh, ja, dat je een beetje in de toon komen. Van, goed, ja, nee, mooi. Mooie helmen, heel vet. En wat heb je hier als laatste? Ja, dat zijn natuurlijk de custom capes. Dan, met de Elytra kan je natuurlijk ook een cape maken. En dat ziet er ook wel dik uit. Voor video's kun je hier echt wel hele mooie dingen van maken, ja, zeker. Sommige snap ik alleen niet, zoals deze. Wat is dit? Dit is de Fax Wings, iets te modern misschien. Zoals deze. Skeletal Dragon. Wow. Je hebt ook Batman natuurlijk, niet vergeten. Ja. Conquest Man. Zeker waar. Tussen, hoor. Angel Wings, Bald Eagle. Dat word ik binnenkort. Kaal. Zo. Ja. Wie weet, misschien ooit. Ja, later wel, ooit, als je heel oud wordt. Maar mensen. Ja. Ik denk dat de tijd van de video voorbij is. De tijd van de video is voorbij. Zo is het wel. Goed, ja. Ik heb maar één ding te zeggen, Steven. Ja. Dat was een leuke video met jou. Ja, toch wel? Ja, zeker. Als tweede keus? Ja, als tweede keus. Volgende keer misschien derde keus, maar... Ja. Nee, goed. Ik doe mijn best. Weer meer kun je niet doen. Ik denk dat wij jullie hopelijk tevreden hebben gemaakt met deze mooie uitlegvideo van de Kingdom Resource Pack. En wie weet, kom je op Kingdom en kan je deze Kingdom Pack wel heel veel gebruiken. Ja. Ik zou zeggen, hou de kanalen in de gaten. En tot de volgende dan. Hè.
Tim. Jazeker. Doei. Bedankt voor het kijken. En vergeet het duimpje niet omhoog te doen. Tot ziens.